Hallo Waterman, dit is jullie reading voor de maand september voor liefde en relaties. Welkom op mijn kanaal. Dit is een algemene reading voor iedereen die weegschaal in zijn zon, maan, Venus of ascendant heeft. Het hoeft niet voor iedereen te resoneren, dus neem mee wat voor jou resoneert en laat de rest achterwege of voor iemand anders. Ik heb de kaarten voor jullie geschud. Ik heb een aantal orakelboodschappen voor jullie. En ik heb een aantal tarotkaarten op jullie energie en de energie van de persoon waar jullie mee te maken hebben. Ik heb de kaarten al geschud omdat ik neem de kaarten die er voor jullie uitkomen. Dus het kan soms wat langer duren en die tijd wil ik jullie besparen. Ik zal de tarotkaarten wel verklaren zometeen. Dus we gaan meteen beginnen met jullie reading. Eerste boodschap die eruit is gekomen voor jullie, Waterman, is hereniging. Iemand uit je verleden zal terugkomen in jouw leven. Doe de moeite. Een grote liefde is het waard om de stappen te nemen die nodig zijn. Let op de rode vlaggen. De tekenen die je krijgt waarschuwen je. Vertrouwen. Deze situatie vraagt van jou om vertrouwen te hebben. En we hebben de kaart verloving. Je liefdesleven zal naar een hoger level getild worden. Dan heb ik een aantal kaarten van het Island Time Wellness Deck. Niet genoeg. Gefrustreerd zijn in een relatie, een tekort aan zelfvertrouwen, zelfsabotage, ego-issues en jaloezie. Volgende kaart is de kaart kussen. Ja, dit gaat over liefde, onvoorwaardelijke liefde. Het geven en nemen van affectie. En het gaat over verliefd worden, Waterman. Derde kaart van het Island Time Wellness is karmische relatie, die er voor jullie uitkwam. Triggers, spijt hebben, lessen die geleerd zijn, laten gaan en houden van. Dus we hebben een aantal hele positieve kaarten hier op het dek liggen. We hebben de kaart hereniging. Iemand uit je verleden zal terugkomen. Ik heb het gevoel dat dit een karmische relatie is. En wellicht dat jullie op dit moment geen contact hebben. Maar deze persoon komt terug in je leven. En het is zaak om vertrouwen te hebben in de situatie. En deze relatie zal verder gaan naar een volgend level. Belangrijk is om op de tekenen die je krijgt te letten. De rode vlaggen in deze situatie. Wellicht zijn jullie op dit moment gefrustreerd in deze relatie. In dit contact. Het kan ook zijn dat jullie proberen om een bepaalde situatie af te sluiten. En een nieuwe situatie te beginnen. En een nieuw persoon op het oog hebben. En nog steeds vasthangen in een karmische relatie. Dus we gaan het zo zien. Van het Moonology deck is de volgende boodschap eruit gekomen. Geluk is aan jullie zijde, Waterman. Heel positief. Nieuwe maan in boogschutter. Kan zijn dat jullie te maken hebben met een boogschutter. En dan heb ik nog een engelenboodschap voor jullie. En dit is beloon jezelf. Je hebt de laatste tijd veel van jezelf gegeven en het is nou tijd om te ontvangen, Waterman. Dus neem de tijd om jezelf te belonen. En dan in een meaningful way, ik ben het aan het vertalen. Op een zinvolle manier. Het is, deze balans van geven en nemen is belangrijk. Om je energie te behouden. En een goede zin en motivatie
op een hoog level te houden. Dus beloon jezelf. Neem tijd voor jezelf en beloon jezelf. Gun jezelf ook iets leuks. Dus het kan zijn dat jullie de laatste tijd veel bezig zijn geweest met werk bijvoorbeeld. Zorgen voor je gezin. En niet zozeer aan jullie zelf hebben gedacht. Dus in september is de boodschap, denk aan jezelf. Beloon jezelf. Doe iets leuks voor jezelf. Neem de tijd voor jezelf. Dan heb ik een aantal tarotkaarten voor de algemene energie van deze reading. Zwaarde 9, tweeling, weegschaal, waterman, energie, jullie energie. Kelke 2. Dat is waterenergie, schorpioen, kreeft, vissen. Schildknaap van pentakels. Stier, maagd, steenbok. Dan hebben we hier gerechtigheid, weegschaal energie. En we hebben de kelken 6, wederom waterenergie. Dus jullie kunnen met deze tekens te maken hebben. Of je hebt dit in je eigen energie. Heel sterk is inderdaad de weegschaal die hier naar voren komt. Maar ook de kelken, schorpioen, kreeft, vissen. Waterman. Ik heb het gevoel dat jullie in jullie hoofd zitten. Slapeloze nachten hebben met de 9 van zwaarden die hier ligt. Stress. Een situatie overanalyseren. Niet stoppen met het overdenken van een bepaalde situatie. Als het gaat om een hele diepe band die jullie hebben met iemand. En dit kan inderdaad een karmische relatie zijn met deze kelke 2. Dus een hele diepe emotionele band die jullie met iemand voelen. Dus je kan ook het gevoel hebben dat je te maken hebt met een twin flame. Iemand die jou spiegelt. Want deze kaart gaat ook echt over twin flames, soulmates. Iemand die jou spiegelt, als het ware. Je bent deze situatie tot in detail aan het bekijken met de schildknaap van pentakels. Je wil een nieuw begin, een nieuwe situatie, een verandering in de situatie zoals die tot nu toe was. Het kan lange tijd geduurd hebben voordat er een verandering plaats zal vinden. Maar ik heb wel het gevoel dat in september een verandering zal plaatsvinden. En het is belangrijk om in deze relatie aan jezelf ook te denken. Dus het kan zijn dat jullie wellicht in het verleden heel veel in de relatie hebben gestopt, maar minder teruggekregen hebben. Dat jullie nu in een periode van scheiding zitten. De schildknaap van pentakels, ja, die wijst erop dat je iets nieuws gaat starten. Het kan ook een nieuwe studie zijn voor sommigen. Maar je bent de situatie aan het bekijken. Je bent aan het leren van deze situatie. En die lessen neem je weer mee in de toekomst bij het starten van iets nieuws. Gerechtigheid zal komen in jouw situatie. Of jij wil graag dat er gerechtigheid komt in je situatie. Je wil een balans brengen. Dingen zijn wellicht onduidelijk op dit moment. Het kan zijn, als het inderdaad een karmische relatie is of een twin flame, dat de persoon wegrent van de situatie. Of op het moment dat jij ervoor open staat, rent de persoon weg. Vervolgens komt deze persoon weer terug in je leven en heb jij zoiets van, ja, van mij hoeft het nu niet. En dat jullie eigenlijk in een soort van cirkel rond aan het draaien zijn. Maar daar komt gerechtigheid in en daar komt balans in deze situatie. Jij wil balans in deze situatie. Je wil stabiliteit met deze schildknaap van pentakels. En je denkt over de goede tijden die jullie hebben gehad in het verleden. Dit kan ook inderdaad weer, omdat we hier karmische relatie hebben liggen en de kelke 2, soulmate, twin flame, iemand zijn die jij al kent uit een vorig leven. Waar je eigenlijk een soort van contract mee hebt afgesloten, dat deze persoon wederom in jouw leven komt om bepaalde lessen te leren. En er zijn mensen die gaan inderdaad een relatie aan en er zijn ook mensen die inderdaad beslissen dat ze niet verder willen in een twin flame relatie. Omdat het gewoon ook heel pijnlijk en heel zwaar kan zijn.
Het kan ook gaan om iemand die je al uit je kindertijd kent met deze 6 van kelken. Dus iemand ja, die je al heel lang kent. Een hele diepe band mee hebt. Dus we gaan het zien. In ieder geval, ja, die gerechtigheidkaart ligt hier op de tafel. Dat is ja, wat jullie graag willen, Waterman, in deze situatie. In jullie energie ligt de koning van kelken. Water, energie. Schorpioen, kreeft, vissen. Oeh, we hebben de koningin van kelken. Dus we hebben meteen in jullie energie een paar op de tafel. De koning en de koningin van kelken. Ze zitten recht tegenover elkaar. En kijken elkaar aan. In deze reading. Een hele emotionele diepe band krijg ik weer door. Ook dat meteen de koning en de koningin eruit komen. Dit is een liefde. Ja, passievol. Ook een hele diepe psychische band. Energetische band tussen deze beide personen. De koning is wel iemand die voorzichtig is. Maar dat is iemand die je volledig kan vertrouwen. Een situatie die veilig is. Een solide relatie. Dat is iemand die zijn emoties binnen kan houden, dus niet uit. Maar diegene heeft wel goede bedoelingen en heeft een hele hoop liefde. Er kan onduidelijkheid zijn met de 9 van zwaarden. Inderdaad, over voelt deze persoon hetzelfde voor mij als ik voor hem. En ja, dat kan komen doordat deze persoon zijn emoties niet uit. De koningin van kelken is heel liefdevol, empathisch, heel sterk, psychisch. En offert zichzelf op. Dus ik heb echt het gevoel dat dit jullie energie is. En vrouwelijk, mannelijk kan gewoon omgedraaid worden in deze situatie. Iedereen heeft vrouwelijke en mannelijke energie. Maar ik voel wel echt, ja, voor de dames die kijken. We hebben de dame en de heer hier op de tafel liggen. Omdat hier de kaart ligt, neem tijd voor jezelf. Beloon jezelf dat dit jullie energie is van die koningin van kelken. Je zorgt voor anderen en bent bezig met anderen een geluk te brengen, te helpen in situaties, maar je vergeet om voor jezelf te zorgen. Dit is ook een boodschap van vertrouw op je intuïtie. Dus vertrouw op je intuïtie in deze situatie. Let wel op tekenen die je krijgt met let op de rode vlaggen. Maar dit spreekt ook van een diepe liefde voelen voor familie en vrienden en het volgen van je hart. Dus dit is een hele diepe emotionele band die hier in jouw energie ligt. Dan hebben we de hermiet. De hermiet is iemand die in zichzelf keert, een innerlijk licht schijnt op de situatie. Iemand die mediteert, dus ik heb het gevoel dit is inderdaad jullie energie. Je bent de situatie aan het bekijken met die schildknaap van pentakels hier. Je schijnt een innerlijk licht. Je bent heel spiritueel. En ja, je bent jezelf aan het ontdekken als het ware. Dus het kan zijn dat je mediteert. Ja, echt de rust nemen voor jezelf en de situatie bekijken. En dit kan ook voor een inzicht zorgen in de situatie. Laatste kaart in jullie energie is staven 5, vuurenergie. De hermiet is maagdenergie. En dan hebben we staven 5, leeuwboogschutter, ram. Dit gaat om conflicten. De 5 gaat om conflicten. En dit kan met de staven 5 een conflict zijn waar meerdere partijen bij betrokken zijn. En het gaat om meningen die niet overeenkomen. Het kan ook zijn dat je een innerlijk conflict hebt in deze situatie. Dit gaat over weglopen van drama. Of de situatie moet het inderdaad waard zijn om je tijd aan te geven, als het ware. En dan is het belangrijk om voor jezelf op te komen. Dit kan ook een energie zijn van iemand die heel ambitieus is.
Maar ik heb inderdaad het gevoel dat je in conflict bent met jezelf, omdat er onduidelijkheid is. Je hebt stress, slapeloze nachten, weet niet ja, hoe met deze relatie te dealen op dit moment. Ik zal die staven 5 verklaren. Waarom ligt hier de staven 5 voor de waterman? In de energie van Waterman. Waar ligt hier de staven 5? In de energie van Waterman. Koning van Zwaarden. Staven 5. Waar ligt hier de staven 5? Nog een kaart alsjeblieft. Ja. Nou. Dat was een duidelijke boodschap. Koning van Zwaarden. Tweeling weegschaal Waterman energie. En de 9 van Staven. Vuurenergie, ram, leeuw, boogschutter. Ja, de koning van zwaarden is iemand die ook zijn emoties niet toont. Iemand die veel heeft meegemaakt in zijn leven. En iemand die klaar zit om alles en iedereen wat hem niet dient uit zijn leven te verbannen, als het ware. Dus iemand die... heel rationeel is, zijn emoties niet laat meespelen. En dan met de staven 9. Staven 9 die hier ligt. Het gaat om inderdaad weer iemand die veel obstakels heeft moeten overwinnen, maar nog steeds op rechtop staat en niet wil opgeven. Dus ik heb inderdaad het gevoel dat jullie in conflict zijn. Stoppen met deze situatie of volhouden en doorgaan. Deze situatie, deze relatie, die kan gewoon voor heel veel lasten zorgen. Er kunnen een hoop obstakels in de weg liggen, als het ware. En daarover zijn jullie in conflict. Ga ik dit aan? Want je voelt wel die diepe band. Je voelt echt liefde voor deze persoon en andersom ook. Maar ja, inderdaad, met een karmische relatie of een twin flame relatie... kan het heel moeilijk zijn. Er kunnen een hele hoop dingen op je weg liggen. Een hele hoop lessen die geleerd moeten worden. Alvorens ja, de relatie soepel en ja, vredig zal verlopen. Dus daarover zitten jullie in conflict, Waterman. Dan heb ik een aantal kaarten voor de energie van jullie persoon. Kracht kwam er als eerste uit voor jullie persoon. Leeuwkaart. Koning van Kelken, wederom voor de tweede keer in de energie van jouw persoon. Kelken 5, waterenergie. Wederom. Schorpioen, kreeft, vissen. En we hebben de wereld. Leeuw. Stier, schorpioen en waterman, jouw energie. Ja, ik heb het gevoel dat jouw persoon heel veel kracht en moed nodig heeft. Met de krachtkaart en de koning van Kelken om die emoties te tonen. Om duidelijk te maken om, ja, hoeveel liefde deze persoon voor jou voelt. Deze persoon wil... deze liefde aan jou tonen, Waterman. En deze persoon heeft spijt met de kelken 5. Heeft verdriet, pijn over het verleden, over een situatie uit het verleden. Over wellicht hoe de relatie tot nu toe, het contact tussen jullie toe, tot nu toe is gegaan. En heeft spijt van hoe de dingen zijn gegaan in het verleden. Deze persoon wil een nieuw begin. Met de wereld. Het kan zijn dat jullie wellicht op dit moment gescheiden zijn inderdaad. En contact hebben via het internet. Met deze wereldkaart. De wereldkaart is een einde en een nieuw begin. Een wedergeboorte. Dus de persoon wil de relatie opnieuw laten opleven. En dit staat voor positiviteit. Een nieuwe fase in je leven beginnen. Dus inderdaad de relatie naar een volgend level tillen. En ja, het is heel liefdevol. In de uitkomst.
Aas van Zwaarden. Tweeling Weegschaal Waterman. De Toren. Schorpioen Energie. En wederom de Koningin van Kelken. Voor de tweede keer. Dus we hebben twee keer de Koning van Kelken en twee keer de Koningin van Kelken. En we hebben het Rad van Fortuin. Dit is echt een hele karmische, diepe band die jullie hebben met deze persoon. Want de wereldkaart, het Rad van Fortuin, de Kelken 6, de Kelken 2, de Hermiet ligt hier op de tafel. Ja, dit is echt het... Het kan bijna niet anders als echt iemand ja, waar je gewoon een contract mee hebt gehad in een vorig leven. En diegene die is gewoon voorbestemd om in jouw leven te zijn. Er komt een onverwachts moment met de toren. De fundatie waarop deze relatie was gebouwd in het verleden was niet stabiel. Dus er komt een torenmoment. Het universum, het hogere, gaat ingrijpen. En er komt iets aan het licht met deze aas van zwaarden. Of er komt de communicatie binnen. Die je niet verwacht, Waterman. Iets wat je niet gaat verwachten. Gaat voor inzicht en een grote verandering zorgen. Een nieuw begin met de aas van zwaarden. En ik heb het gevoel, deze persoon gaat zijn liefde. Ja, gaat openstaan voor de liefde. En gaat jou... Of, dit is jouw energie inderdaad. Je gaat duidelijk maken inderdaad wat je voelt voor deze persoon. Of andersom. Dus neem het hoe het resoneert in jouw situatie. Wellicht ja, is dit nog niet gebeurd. Want het is een reading voor de maand september. Dus laat het me weten aan het einde van de maand voor wie dit resoneert. Geef me dan ook een like. En abonneer je op mijn kanaal. Dat zou ik echt heel erg waarderen. Met dit Rad van Fortuin heb ik het gevoel, een situatie stopt met ronddraaien in cirkeltjes. En gaat verder naar een volgende fase, ook met de wereldkaart die hier ligt. En dit is gewoon echt het lot, heb ik het gevoel. Met de toren, onverwachts iets gaat zorgen voor een grote levensverandering, Waterman. En dit is echt ongelooflijk welke kaarten er gewoon in één reading uit zijn gekomen. Dit is een hele diepe band en heel veel liefde in deze relatie, in deze connectie. De cirkel, het ronddraaien in cirkel, daar komt een einde aan. Nieuwe fase in je leven. En dit zal succesvol zijn met het Rad van Fortuin. Succes komt naar jullie toe. Emotionele vervulling met de Koningin van Kelken. Waarom ligt hier de toren? Waarom ligt hier de toren voor de Waterman? Waarom ligt hier de toren voor de Waterman? Waarom ligt hier de toren? Waarom ligt hier de toren voor de Waterman? Ja. Waarom ligt hier de toren? Nog één kaart alsjeblieft. Ja, jeetje. Daar vloog weer een aas uit. Pentakels 5, stier, maagd, steenbok. Kelken 3, waterenergie, schorpioen, kreeft, vissen. En de aas van staven, een nieuw passioneel begin. Diegene gaat zijn emoties tonen en gewoon uiten... Hoeveel passie hij of zij voor jullie heeft. En hoe graag hij of zij met jou wil, ja, weer wil samenkomen. Wil vieren en genieten van de tijd samen. En dit hebben jullie wellicht niet zien aankomen. Want met de vijf van pentakels, dat is een energie van je buitengesloten voelen. Alleen zijn, eenzaam zijn. Dus het kan zijn dat deze persoon inderdaad... jou onverwachts gewoon heeft laten vallen, als het ware. Je alleen gelaten heeft. En je voelt je in de kou staan door deze persoon. Dus je verwacht het misschien niet dat er weer een communicatie gaat komen. Een contact gaat komen. Maar met deze twee kaarten, hereniging, vieren,
geluk samen, een mooie tijd samen hebben en een nieuw begin, een grote verandering. Heel passioneel. Dus het kan nog wel eens hot en steamy worden voor jullie waterman. Echt prachtig. Ik wil ook nog weten waarom hier het Rad van Fortuin ligt voor de waterman in de uitkomst. Het Rad van Fortuin voor de waterman. Waarom ligt hier het Rad van Fortuin voor de waterman in de uitkomst? Rad van Fortuin. Rad van Fortuin voor de waterman. Wow. Ja, dit is echt... Staven 4. Ook wel de 11-11 kaart genoemd. Doe een wens. Wensen die in vervulling gaan. Huwelijk. Verloving. Je relatie tot een hoger level tillen. Ja, geluk. Een stabiele fundatie bouwen met iemand. Samenwonen. Dus dit is echt super energie wat hier op de tafel ligt, waterman. Ik sta gewoon versteld van de kaarten die hier op de tafel liggen. Echt, het is gewoon ongelooflijk. Dus, ik hoop voor jullie dat het inderdaad resoneert. Ik heb nog een boodschap van het Keepers of the Light deck. Deze kaart kwam eruit voor jullie. Hilarion. Divine healing. Dus healing vanuit het hogere. Spirituele healing. Eer jouw gevoeligheid en trek jezelf terug om je energie weer te rechargen en te healen. Om weer terug te komen in je energie en te healen. En jouw licht kan anderen helpen. Waterman is de boodschap. Dus dit is echt gewoon de meest spirituele reading tot nu toe van alle tekens. Kaart van het Soul's Journey. En dan sluiten we de reading af. En dat is de laatste kaart. De laatste boodschap die er voor jullie uitkwam. En dat is vrijheid. Ik heb de kracht en de vrije wil om mijn eigen geluk te creëren. Prachtig. Echt prachtig in één woord. Dus geef me een like als het resoneert. Laat me een reactie achter. Abonneer je op mijn kanaal en druk op die bel, zodat jullie zien wanneer ik nog een reading post. En ik wens jullie heel veel geluk in deze situatie. Ik wil nu ook een waterman zijn met deze reading. Dus tot de volgende keer. Dag!